We gaan het hebben over de Koude Oorlog vandaag. Maarten, het concept is duidelijk voor de mensen die het eerst dit hoorcollege volgen. We beginnen vaak met een college door jou. Vervolgens kijken we naar wat vragen die zijn binnengekomen. Dat is goed. Ja, Koude Oorlog. Het is een begrip wat nog steeds resoneert. Hier en daar lees je al dat we gaan beginnen aan een nieuwe Koude Oorlog met China. Ik vind dat zelf een hele betreurenswaardige ontwikkeling. Ik begrijp niet waarom de Amerikanen plotseling... Trump is met het gedoe begonnen en Biden zet het ongelukkige wijze voort. Dat plotseling China is een existentiële dreiging. Dat was het afhankelijk helemaal niet. Sterker nog, de Verenigde Staten hebben een heel belangrijke rol gespeeld in... investeringen in China die China zover hebben gebracht als het nu is gekomen. China is geen bedreiging van de internationale economische orde, zoals Jan en Alleman beweert, maar dat is volkomen onjuist, want juist door die internationale economie is China een grote mogendheid geworden in economisch opzicht. Nu beweren de Amerikanen dat het een existentiële dreiging is en wij moeten ook in Europa moeten we daar ook mee meedoen, want dat was een belangrijk puntje van Biden. Wij moesten ook meedoen met de bestrijding van de existentiële dreiging. En ik betreur dat enorm. Ik heb wel begrepen dat de Europeanen nogal tegengas hebben gegeven. Nou ja, ze willen dan ook wel zo'n investeringsprogramma om derde wereldlanden te helpen en zo. Daar het voorbeeld van Belt and Road, wat China heeft gegeven. Die zijn op dat idee gekomen op zichzelf. Want dat wordt ook alweer gezien als een bedreiging. Ja, die leiders in Peking die kunnen geen scheet meer laten over het is een ontzettende bedreiging. Nogmaals, dat is pas begonnen, jammer genoeg, een beetje met die zogenaamde pivot. Of pivot, ik weet niet wat de juiste uitspraak is. Pivot. Ja. Van Obama naar Azië. Dat Europa dan een beetje vanuit de belangstelling was geraakt. En het ging nu allemaal om Azië. Ook wel genoemd Easternization heet dat. Hè? Dat de Verenigde Staten hun blik daarop richten. En voor die tijd zei Obama zelf nog vrij regelmatig dat het een hele gunstige, prettige ontwikkeling was. Die enorme economische expansie van China ineens. En dat zit ook wel een beetje in die pivot. Daar kwamen ineens allerlei strategische zaken om de hoek kijken. Van ja, is het dan toch niet een bedreiging? En worden, naar mijn idee, is China helemaal geen existentiële bedreiging van de Verenigde Staten. Laat staan van Europa. Wij zijn overigens een belangrijker handelspartner van China dan de Verenigde Staten dat is. Dat is ook al een vrij wezenlijk punt. Het probleem met China is natuurlijk dat ze in de binnenlandse politiek bezig zijn om groepen die zij op enige wijze zien als een bedreiging van de coherentie van de natie, om die op een afschuwelijke manier te behandelen. Ja, je kunt daar wat bezwaar tegen maken, maar het is binnenlandse politiek en ik zou zeggen, maak bezwaar, maak duidelijk dat je dat niet leuk vindt, maar verder kun je er niet zoveel aan doen. Bovendien vind ik altijd vrij raar dat allerlei westerse landen die binnenlands nou ook niet zo'n geweldig beleid voeren. Ik denk aan de Verenigde Staten zelf, niet waar? Black Lives Matter. Ik bedoel, is dat dan, hoeven we daar dan niets over te zeggen? Is dat, moeten we dat dan maar accepteren als vanzelfsprekend? Of een prettige houding? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar goed, dit punt speelt op. En ik betreur het dat het hele begrip Koude Oorlog in dit verband weer opduikt. Want de Koude Oorlog zelf is denk ik toch wel het onderwerp waar in de afgelopen honderden jaren het meeste geld aan verspild is. Namelijk gigantische, onbeschrijfelijke duizenden miljarden en miljarden dollars en roebels door de Sovjet-Unie. En ja, waarvoor eigenlijk? Dat is toch een grote vraag. En we moeten ook enorm uitkijken naar mijn idee dat de NATO ook niet op enige wijze weer bij deze zaken betrokken raakt. Die NATO is al misbruikt voor allerlei Amerikaanse avonturen die de wereld weinig goeds hebben gebracht. Dus ook dat voortdurende geroep dat we flink extra moeten bijdragen aan de NATO, daarvan heb ik geloof ik al eens eerder gezegd, zo ja. En mag ik dan eerst eens weten waar we dat precies aan gaan besteden? En zijn dat daadwerkelijk zaken die voor Europa een rol van betekenis spelen? Ik heb meestal de indruk van niet. Ik ben het eigenlijk op dit punt wel eens met Macron die zegt,
Waarom zou ik extra geld besteden aan de NATO? Dat gaat om allerlei Amerikaanse zaken die ons niet direct regarderen. Zou het niet handiger zijn om dat geld te besteden aan een georganiseerde verdediging van Europa? Beter idee naar mijn gevoel. Te meer, tweede punt, dat we absoluut niet weten wat de betrouwbaarheid van de Verenigde Staten op de middellange termijn is in verband met het Trumpisme. Want ja, Trump bestaat nog en niemand weet wat er of in 2022 of 2024 electoraal in Amerika gaat gebeuren. Hij had zich trouwens eventjes laten zien, hè, in de Trump Tower. Ja, hij zag er niet best uit, dus dat deed me veel genoeg. Hij was afgevallen. Ja, je kunt er alles van bakken, maar hij zag er niet florissant uit. Zoveel was duidelijk. Je zag plotseling dat het gewoon een oude man is. Slechts 3 jaar jonger dan ik ben en dat kun je zien. Dit wat betreft de actuele kijk op de Koude Oorlog. De Koude Oorlog als begrip. Mag ik nog één ding aanstippen? Want de NATO noemde jij, die hebben dus ook gezegd. China, er komt geen Koude Oorlog, maar er zijn wel, zo noemden zij dat dan, uitdagingen. Zij wezen onder andere op de cyberrisico's en het feit dat Chinese bedrijven... Ja, cyberrisico's, daar maakt iedereen zich schuldig aan. Het wonderlijk idee dat het Westen dat niet doet, dat is een heel wonderlijk sprookje. Maar nogmaals, dat is iets wat iedereen in principe kan. Elke boerenlul die verstand heeft van computers kan op zijn zolderkamer al de grootst mogelijke ellende veroorzaken. Dus ja, daar kun je... Ik weet ook niet precies hoe je dat effectief moet bestrijden. En ja, dan loop je altijd weer tegen dat verrekte internet aan. Dat heeft allerlei voordelen, maar ook een enorme hoeveelheid. Een immense lading nadelen. Dat zijn we langzamerhand wel achtergekomen natuurlijk. Vooral omdat we in allerlei opzichten veel te veel dingen op dat internet zetten die er niet per se op hoeven te staan. Hè, laten we zeggen, bruggen die in Nederland open en dicht kunnen, die schijnen ook gewoon op het internet te staan. Als je ze kunt vinden, kun je ze ook, als je er zin in hebt op een zaterdagmiddag, kun je zo'n brug openen en weer dicht doen en nog een paar kaart. Nou, ja, dat zijn allemaal. Dus je moet kwetsbare dingen niet op het internet, zou ik zeggen. Dus daar ben ik ook niet zo onder de indruk van deze mededelingen. Ik vind helemaal dat het begrip Koude Oorlog in verband met de opkomst van China en de positie van China niet gebruikt moet worden. Het leidt, ik heb altijd het gevoel dat Amerika het gewoon fijn vindt dat er weer een grote nieuwe tegenstander is. Wat natuurlijk ook heerlijk leidt tot onvermijdelijke gigantische defensiebegrotingen. Toch al een ziekte waar dat land natuurlijk in allerlei opzichten aan leidt. Gigantische wapensystemen die nooit nuttig gebruikt zijn of hebben kunnen worden. Dus nee, ik vind het een hele, hele bedenkelijke ontwikkeling. Dat kan niet anders zeggen dan dat. Zonde van geld. En laat Europa in godsnaam zich niet door Amerika mee laten zuigen in deze prietpraat. Goed, dan nu naar de echte Koude Oorlog. Die aanvankelijk wel de indruk maakte dat het ergens om ging. Maar die veel te lang geduurd heeft. En die naar mijn idee op allerlei punten eerder had kunnen worden besloten. Of althans had kunnen worden gematigd. Wat deels ook wel gebeurd is. Die echte Koude Oorlog die loopt, moeten we even aangeven, in de jaartallen natuurlijk van 1945 tot 1989. Als in feite Gorbachev aan de Koude Oorlog heel vastbesloten een eind maakt. Heel verstandig. Ik hoop ook aan het eind van uit te kunnen leggen waarom dat strategisch ook een verstandige beslissing was van de Sovjet-Unie. Al heeft uiteindelijk de Sovjet-Unie zijn hervormingspolitiek niet overleeft. En je kunt de Koude Oorlog definiëren als de ideologische en strategische strijd tussen de Sovjet-Unie aan de ene kant en de Verenigde Staten en zijn westerse bondgenoten, in het bijzonder in Europa natuurlijk, aan de andere kant. Dat is het. En dat conflict dat is eigenlijk direct veroorzaakt door de afloop van de Tweede Wereldoorlog. Zonder Tweede Wereldoorlog was er geen Koude Oorlog geweest. Dus als je echt per se wil weten wie de schuld heeft aan de Koude Oorlog, dan ligt die bij Adolf Hitler, die per slot van rekening die oorlog begonnen is. Moet je dat zeggen? Wel bewust die oorlog begonnen is met verschrikkelijke gevolgen. Ik, ook gezien het feit de chaos die dat heeft veroorzaakt, heb ik nooit begrepen wat Duitsland precies, of hij daar precies eigenlijk mee wilde. Volgens mij is daar ook door Duitsland en door hem nooit echt goed over nagedacht. Dus we zijn nu gearriveerd in het vroege voorjaar van 1945, we koersen in Europa aan op de definitieve Duitse nederlaag. De Japanse nederlaag moet nog komen.
Die speelt, Japan speelt toch in veel mindere mate een kardinale rol in het hele Koude Oorlogsspel dan West-Europa. Dus laten we eerst kijken naar West-Europa. En laten we eerst kijken wat de situatie is van de verschillende belligerenten. Duitsland was verpletterend verslagen. Wat dat precies voor gevolgen had, daar komen we nog over te spreken. Dat Duitsland was verpletterend verslagen door de Russen aan de ene kant, de Amerikanen en de Engelsen aan de andere kant. Zelfs met de beste wil van de wereld, excuses aan het Franse volk, hebben de Fransen daar niet de geringste rol in gespeeld. Ja, de rol van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog is bepaald niet glorieus. Tot immense ellende van de Gaulle die het graag anders had gezien. Maar dat is wel de bittere werkelijkheid waar Frankrijk mee te leven heeft. Rusland had in feite verreweg de belangrijkste bijdrage geleverd aan de nederlaag van de Duitse Weermacht. Je kunt eigenlijk zonder overdrijving stellen dat strategisch de Tweede Wereldoorlog gewonnen was in de zomer van 1943. Alleen moesten de Duitse legers nog niet waar opgeruimd teruggedrongen. Nou, de Russen moesten in Berlijn verschijnen om daar definitief een eind aan te maken. Te meer omdat de Duitsers natuurlijk à l'outrance doorgevochten hebben. Ten slotte nog in alle allerlaatste dagen toen Hitler zich al van het leven had beroofd, het Rijksdaggebouw nog hebben verdedigd. Niet waar, alsof het daar in werkelijkheid om ging. Ja, schijnbaar is dat zo in de oorlog. Als je maar bezig bent met vechten, dan kun je er niet meer mee ophouden. Kan wel iemand zeggen, jongens, laten we nou redelijk zijn. We hebben verloren, het is klaar. Laten we kijken wat we er nog uit de ruïne kunnen redden. Nee, ze hebben echt tot het alleruiterste moment hebben ze doorgevochten. Dat heeft de Russen natuurlijk, Rusland heeft, de Sovjet-Unie. Ja, soms gebruik ik het door mijn kamer, dan is het de Sovjet-Unie, althans tot 1991. Daarna is het de Russische Federatie. De Sovjet-Unie heeft 25 miljoen mensen verloren. Dat was een groot deel natuurlijk de soldaten. Er werd vaak door de Russen gevochten op een wijze die bepaald niet gericht was op het sparen van de levens van de eigen soldaten. Heel anders dan de Amerikanen. Dus ik weet niet precies hoeveel soldaten de Sovjet-Unie heeft verloren. Maar je moet toch wel rekenen dat dat ergens van 15 miljoen of dat zoiets. Terwijl als je dan afvalt, je vraagt natuurlijk meteen hoeveel mensen hebben de Amerikanen verloren. Ongeveer 400.000. En een deel daarvan waren verkeersongelukken, bezopen van een gebouw afgevallen enzovoort. Ongeveer 100.000. Er zijn 300.000 Amerikanen daadwerkelijk gesneuveld tijdens gevechtshandelingen. Nou ja, vergelijk dat met wat de Sovjet-Unie is overkomen, dan heb je enig idee. Bovendien, het hele westelijke deel van de Sovjet-Unie, zeg maar westelijk van de lijn, Petersburg, sorry, Leningrad was het toen, Stalingrad lag volledig in puin. Tienduizenden dorpen waren vernietigd, agrarische productie was ingestort, natuurlijk onvermijdelijk. Fabrieken waren deels achter de Oeral gebracht, maar of waren geruineerd, het was gruwelijk. Dat we zeggen, de Sovjet-Unie heeft strategisch die oorlog gewonnen. Want laten we eerlijk zijn, het was fijn dat de Engelsen, de Amerikanen en de Canadezen en zo geland zijn in Normandië. Maar dat is wat je zou kunnen noemen een mopping up operation. Dat we zeggen, de oorlog was al gewonnen. Als zij dat niet hadden gedaan, dan waren de Russen gewoon hier in de Franse Halstraat verschenen. In die zin is het nog wel erg fijn dat de Amerikanen tenslotte in deze slotfase van het conflict ervoor gezorgd hebben dat zij West-Europa hebben veroverd, op de Duitsers hebben veroverd. Dan was Stalin overigens ook heel blij, want die klaagde permanent dat er geen tweede front werd begonnen enzovoort. Maar hou in gedachten dat de offers die de Sovjet-Unie gebracht heeft om Duitsland te verslaan, en zonder meer heeft de Sovjet-Unie Duitsland verslagen en niet de Westerse bondgenoten. Die hebben daar een belangrijke bijdrage geleverd, maar de beslissende strategische klap is gevallen aan het Oostfront. Dat is belangrijk. Aan de andere kant was natuurlijk waar de Verenigde Staten, die hadden laten zien dat zij eigenlijk als industriële mogendheid van een volkomen andere orde waren dan alle andere landen in de wereld op dat moment. Zo extreem, vergeet niet, er is in de Verenigde Staten geen bom gevallen. We hebben het er net over gehad, er zijn in feite maar
400.000 Amerikanen door de oorlog om het leven gekomen en daarvan maar 300.000 door oorlogshandelingen. Dus in feite waren die offers, zeg maar de menselijke offers van de Verenigde Staten, uiterst beperkt. Ook toen al had de verhaalde de Verenigde Staten 140, 150 miljoen inwoners. En ja, industrieel ja, stond er eigenlijk maar één land totaal overeind in 1945 en dat waren de Verenigde Staten. 50% van alle industriële productiecapaciteit in de wereld stond in de Verenigde Staten in 1945. De Verenigde Staten was een soort immense moloch op het economische wereldtoneel. En het was duidelijk dat de Verenigde Staten uit hoofde van die enorm sterke positie na de oorlog een belangrijke en beslissende rol zouden kunnen spelen. En tussen die, ik zou de Engelsen natuurlijk even moeten vermelden, die hebben een dappere rol gespeeld, nietwaar? Ze hebben natuurlijk tussen 40 en 41 tot de Amerikanen gingen deelnemen aan de oorlog. Hebben zij in een pierentje de honneurs van het Westen waargenomen. Het hele idee dat Engeland zonder de Verenigde Staten, zonder hulp, zonder de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten weer terug had kunnen komen op het Europese continent, kun je gevoeglijk vergeten. Ik zal er even die day, dat is dus 6 juni 1944. Ik denk dat er in Normandië, dacht ik, iets van 40, 50 Duitse divisies stonden. En aan het oostfront stond het 4- of 5-voudige aan Duitse gevechtskracht. Dus je moet je gewoon realiseren, als dat hele, dus de hele weermacht in Normandië had gestaan, dan was het geen groot succes geworden op die 6 juni 1944. Maar dit, je moet hier dus wel de verhoudingen goed in het oog houden. Dus er was eigenlijk een strategische reus, dat was de Sovjet-Unie. Die de Duitse weermacht verslagen had aan het oostfront. En er was een economisch-financiële reus en dat waren de Verenigde Staten. Je kunt rustig zeggen dat de Verenigde Staten in 1945 een echte supermacht waren. Zoals we dat tegenwoordig benoemen. Zoals China geworden is in de afgelopen 40 jaar. En dat de Sovjet-Unie, laten we zeggen, militair gezien wel een soort supermacht was. Maar niet in de schaduw kon staan in economisch opzicht van de Verenigde Staten. En eigenlijk heeft dat ook uiteindelijk op lange termijn de uitslag van het Koude Oorlogsconflict bepaald. Want om daar aan mee te doen, om de number two te zijn, om een concurrent te zijn van de Verenigde Staten, nietwaar? Die inspanningen waren er voor de Sovjet-Unie met een relatief niet zo best draaiende economie uit de lange termijn in feite niet te dragen. Er bestonden eigenlijk tijdens de oorlog al wel, stond er wederzijdse achterdocht. Wat waren precies de plannen? Konden de partijen dat met elkaar eens worden? Nou, zolang die oorlog duurde kon dat nog wel. Ze hebben in Jalta geconfereerd, dat is een hele beroemde conferentie. En de Amerikanen waren er toen enorm op gebrand dat de Russen ook zouden gaan deelnemen aan de oorlog tegen Japan. Ze hebben dat ook toegezegd, dat ze een aantal maanden na de capitulatie van Duitsland ook aan de oorlog tegen Japan zouden gaan deelnemen. En dat is ook gebeurd en daardoor was het toch nou ja, een redelijk goede relatie ten tijde van Jalta. Hetzelfde jaar nog een conferentie in Potsdam, dat is een buitenwijk van Berlijn. Ja, Stalin wou nooit ver van huis. Hij was natuurlijk echt bang dat als hij te ver van huis ging zou gaan, dat hij dan gewipt zou worden of dat iemand anders de macht zou grijpen. Hij vertrouwde niemand, dus hij wou altijd, laten we zeggen, in dekking al die conferenties zijn. Hè? Jalta, Teheran, bij Potsdam, altijd zo gehouden dat hij gedekt was door omvangrijke Russische strijdkrachten. Dat was, ja, Stalin was niet iemand die gemakkelijk iemand had. Ik denk dat hij zichzelf nauwelijks vertrouwd heeft, maar het was, ja, Stalin, wat moeten we daarvan zeggen. In dit betoog maar niet te veel. Het begon wel duidelijk te worden in de loop van de laatste fases van die oorlog en meteen daarna dat de Sovjet-Unie het door het Rode Leger veroverde gebied, dat de Sovjet-Unie van plan was daar een dominante rol te blijven spelen. Dat de kans dat die gebieden, laten we zeggen, weer op eigen beentjes zouden kunnen staan en dingen zouden kunnen doen die misschien Rusland niet zo fijn vond, dat zat er niet in. En de vraag is natuurlijk, hoe erg was dat? Was dat schande? Ja, het was natuurlijk
Dus dat de Sovjet-Unie de baas bleef in, op de Balkan, Centraal-Europa en Oost-Europa, dat zat er dus dik in. Dat was alleen mogelijk door middel van repressie. Dat, ja, daar moeten we eerlijk over zijn, anders zouden die landen misschien een heel andere koers hebben gevaren, omdat ze allemaal feitelijk en terecht vrij bang voor Rusland waren. Maar laten we nu de kant even van Rusland bezien natuurlijk. Ja, Rusland was in de vorige eeuw 2 maal aangevallen door het Duitse leger. En dat had 2 maal een verschrikkelijke narigheid veroorzaakt. Natuurlijk wat Duitsland de Sovjet-Unie heeft aangedaan tussen 1941 en 1945 is van een immense gruwelijkheid, zoals sowieso het optreden van het Derde Rijk van een immense gruwelijkheid was. Je bent altijd weer verbaasd dat deze explosie van geweld en gruwelijkheid, dat die uit dat Duitsland is gekomen. Ja, daar zie ik altijd meteen met Merkel voor me, die in allerlei opzichten verbeeldt dat het met Duitsland, nou, kennelijk dat ze de gruwelijkheid eruit geoefend hebben. Ik weet niet precies hoe je dat zou moeten zeggen. Maar goed, nu, ja, dus je moet, Stalin was erop uit om een soort strategische veiligheid voor de Sovjet-Unie te creëren. Want Stalin eigenlijk was een hele achterdochtige figuur en was er vast van overtuigd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog dat de Duitsers 20 jaar later het nog een keer zouden doen. Zoals ze na de Eerste Wereldoorlog natuurlijk hadden gezegd, want dat is het hele punt van Hitler. We hebben verloren, dat komt omdat we belazerd zijn en we gaan het nog een keer doen en gaan we winnen. Dat is Hitler's uitgangspunt. Stalin was niet de enige wereldleider die dat dacht, hè? Thatcher had ook dat soort gedachten, toch? Ja, Thatcher veel later. Ja, was de Thatcher verontwaardigd dat Duitsland 2 man was verslagen en toen toch nog de hoofdrol in Europa speelde. Na de Koude Oorlog, natuurlijk na afloop van de Koude Oorlog. Misschien kunnen we daar heel kort iets over zeggen. En je kunt je die frustratie van de Engelsen wel voorstellen, maar dan moet je wel in dit geval constateren, A, dat Duitsland natuurlijk toch een groter land is dan Engeland, ook groter dan het United Kingdom. Vooral omdat Schotland, Wales en Noord-Ierland nou niet de meest indrukwekkende gebieden ter wereld zijn, maar goed, het United Kingdom. En bovendien natuurlijk, ja, is de Engelse economie, die heeft zich niet op dezelfde voorspoedige en ongekend ijverige en technisch hoogstaande wijze ontwikkeld als de Duitse economie na 45 en ook nog wel in de afgelopen 25 jaar. Ja, dat wil ik nog wel eens even onderstrepen, maar de Engelse auto-industrie is verdwenen. Je kunt wel een Morris kopen, maar dan moet je een bejaard exemplaar aanschaffen. Want Morris als merk bestaat niet meer. Of in ieder geval, het is een Chinees merk geworden. Ik weet niet of dat ook verkocht is aan de Chinezen. Maar Austin, idem dito. Nou, de bloeiende Engelse auto-industrie is verdwenen. En hoe komt dat? Omdat ze gewoon waardeloze rommel leverden. En bovendien die rare vakbond, die had een speciale vakbond van de versnellingsbakmakers. Nou, die konden staken. En je weet, je kan een auto niet afleveren zonder versnellingsbak. Dus dan stond de hele boel stil als een relatief kleine vakbond, namelijk de versnellingsbakmakers, in staking ging. Dus Engeland heeft voor een heel niet onbelangrijk gedeelte zijn ellende te danken aan zichzelf. Misschien ook wel, dat is natuurlijk een klassieke theorie in dit verband, dat als je de oorlog verliest, dat je dan eens op je hoofd moet krabben en je af moet vragen, hoe komt dat eigenlijk dat we verloren hebben? Wat is er fout gegaan? Dus je bent in principe betrekkelijk zelf kritisch ingesteld. Als je gewonnen hebt, zoals de Engelsen, want ja, dan met Churchill en al die prachtige retoriek en de ganse wereld bewonderde Engeland enorm vanwege ook het feit dat ze een jaar lang of iets meer dan een jaar het in een meentje hadden volgehouden enzovoort. Engeland was een fijn land, we waren allemaal onder de indruk van Engeland en Engeland was zelf ook erg onder de indruk van Engeland en dat nou ja. Want als we hier even op de gebeurtenissen vooruitlopen, is het natuurlijk zo, ja, 2 landen hebben die Tweede Wereldoorlog bitter verloren, Duitsland en Japan. En als ik nu even rondkijken hier in de straat naar de auto's die hier staan, dan is het frappante feit is dat, nou goed, is dat een Volvo aan de overkant, is tegenwoordig is dat bedrijf in Chinese handen. Maar voor de rest zijn het Duitse auto's en Japanse auto's. Ik heb ook een Japanse auto. Dus in allerlei opzichten, dat was ook wel. Een Amerikaanse ziekte. Ja, dat is toevallig Tesla. Ja. Een outlier is dat. Maar goed, er was wel in 1989, toen de Koude Oorlog aan zijn eind kwam,
was er wel een aardige mop in vele internationale beschouwingen. En zei ja, the Cold War is over, Japan and Germany won. En ja, het is natuurlijk frappant hoe goed de beide verliezers het gedaan hebben na 1945. Dat is enorm frappant. Het zijn ongekend welvarende landen geworden met een enorm succesvolle industrie. Die ook iets te maken heeft met het feit dat het landen zijn die op een of andere manier iets met technologie hebben. Die kwaliteitsproducten afleveren. Het is helemaal zelden zo dat de Duitsers rommel produceren of dat de Japanners dingen maken en je denkt, nee, dat valt uit elkaar als ik het even een beetje op de proef stel. Terwijl bij de Engelse auto's, daar was inderdaad het probleem dat ze nogal vrij spontaan uit elkaar konden vallen of wegroesten of nou, gaan ze maar door. Nou, denk aan de enorme klappen die de Italiaanse auto-industrie heeft gehad, die heel succesvol was tot ver in de jaren 70. En, ja. Maar je moet wel kwaliteit leveren. Doe je dat niet, dan zit je althans als exporteur van industriële goederen zit je niet op rozen. En ja, dus, de Cold War is over en Japan en Germany won. Dat is natuurlijk een tikkeltje overdreven, nietwaar? In allerlei opzichten waren de Verenigde Staten de grote winnaars van de Koude Oorlog, kun je zeggen. Tenminste, omdat Japan en Duitsland ook behoorden tot, ik wil niet zeggen tot het Amerikaanse imperium, maar een onderdeel vormden van een westerse wereld die in allerlei opzichten door de Verenigde Staten geleid werd. Die het ook overigens in allerlei opzichten, ook industrieel, wel enigszins hebben laten afweten vanaf de jaren 70. Als je denkt aan grote vernieuwingen, structurele vernieuwingen in de staalindustrie, die zijn door Japanse bedrijven tot stand gebracht, niet door Amerikaanse bedrijven. Die natuurlijk ook een beetje last hadden. Hè. Amerikanen hebben sowieso last van zelffelicitatie. Hè. Want wij zijn toch een geweldig land, een ongelooflijk land. Wat een land. Kijk maar één echt land in de wereld. Nou, dat deze retoriek die enorm irritant is. Als je weet wat een puinhoop ze er in allerlei opzichten van gemaakt hebben. Hè, terwijl ze goede kaarten hadden om te spelen. Dat, vooral als je hele goede kaarten hebt en dan niet goed speelt. Dat blijft pijnlijk. Maar we zijn afgedwaald van de Koude Oorlog. Dus er was al wel achterdocht. En het begon duidelijk te worden dat Stalin absoluut niet van plan was om, laten we zeggen, de strategisch gewonnen gebieden ook weer prijs te geven. Dat de Sovjet-Unie van plan was daar de baas te spelen. Nou goed. Ten slotte was het wel duidelijk dat eigenlijk de beide grote partijen, de grote spelers, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, het niet eens konden worden over de wijze waarop Europa na 1945, na afloop van na de Duitse nederlaag, zou moeten worden ingericht. Dat kun je ook heel goed zien aan het feit dat omdat ze het niet eens konden worden, was eigenlijk de militaire demarcatielijn van 1945 is ook de lijn waarlangs het ijzeren gordijn zou gaan lopen. Dat was er nog niet, maar dat was in allerlei opzichten, mentaal was dat wel in de maak. En zeker in Washington groeide ook de achterdocht, ja, die Russen, het is toch een revolutionair regime met zijn bolsjewieken en is het eigenlijk zo dat de vos zijn streken wel misschien zijn haren wel heeft verloren, maar niet zijn streken en moeten we maatregelen nemen, maar ze wisten eigenlijk niet precies wat ze ervan denken moesten en nou ja, dat heeft geleid tot een fameus document, opgesteld door een medewerker van de Amerikaanse ambassade in Moskou, een zekere George Kennan. En dat heet het Long Telegram. En in het Longe Telegram maakte, het was ook in een heel lang telegram overigens, vandaar dat het Long Telegram heet, maakte Kennan duidelijk, kijk die Sovjet-Unie, die vertrouwt ons totaal niet. Die Sovjet-Unie is in feite uit op de ondergang van het Westen. Daar moet je rekening mee houden. Dat is hun primaire doelstelling. Dat wil helemaal niet zeggen dat ze ons morgen gaan aanvallen of zo. Want ze zijn zich zeer wel bewust van de krachtsverhoudingen. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het in feite geen loyale oppositie is. Het zijn lui die zijn op iets totaal anders uit dan wij. Dat speelt eigenlijk allemaal zich af in 1946. Deze, nou ja. Ook in Duitsland beginnen de Amerikanen in hun bezettingszone al te denken, ja, het heeft geen zin om die Duitsers allemaal verschrikkelijk te straffen en de boel hier leeg te stelen, want het enige wat daar het gevolg van is, is dat die Duitsers honger lijden en wie moeten ze dan eten te geven, dat zijn wij. Dus het is eigenlijk zaak om in feite Duitsland niet in een toestand van chaos en verarming te laten ondergaan.
En we moeten niet spullen leveren uit onze eigen bezettingszones naar de Russische kant. Dat hadden ze wel afgesproken, maar ze zeggen op een gegeven moment, we stoppen daarmee. Duitsland was verdeeld in 4 bezettingszones. Russische zone, later de DDR geworden. Een Engelse zone, dat is in het noordwesten. Een Amerikaanse zone, dat is in het zuidoosten, zeg maar. Frankfurt, München. En een kleine, betrekkelijk kleine Franse bezettingszones in het links, hoe moet je dat zeggen? Het zuidelijke westen, zuidwesten. Ja, ze dachten, we moeten die Fransen ook een kansje geven om iets te doen. Daar hebben ze later natuurlijk verschrikkelijke spijt van gehad. Want er zijn tal van Amerikanen die hebben gezegd, je kan beter met die Russen, die deugen niet. Maar dan kun je beter mee samenwerken dan met die Fransen. Dat is het allerergste. Eigenwijze rekels. Nou ja. Dat soort van. Dus er is sprake van een groeiend wantrouwen. En eigenlijk is het wachten op een moment waarop dat wantrouwen ook beleidsmatige vorm zou kunnen krijgen. Daar heb je een aanleiding voor nodig. En die aanleiding was eigenlijk een hulpkreet van Engeland. Wat er slecht aan toe was. Wat eigenlijk door die immense uitgaven van de oorlog verarmd was. En hebben ze heel lang is daar nog voedsel gerantioneerd gebleven enzovoort. En Engeland had problemen in Griekenland. Had Griekenland bezet en ja, wij kunnen dat eigenlijk niet aan. We kunnen het ook niet betalen. En op dat moment beginnen de molens in Washington te draaien. En je ziet ook dat beleidsmedewerkers, met name van buitenlandse zaken, maar ook van andere ministeries zeggen, dit is het moment waarop wij moeten beslissen of wij in feite een leidende rol willen spelen in de wereld die ontstaat na afloop van de Tweede Wereldoorlog. En ze hebben besloten om dat te doen. Hè, om in feite de leidende rol die Engeland zo lang had gespeeld natuurlijk in de wereld, om die over te nemen, omdat Engeland niet langer in de omstandigheden verkeerde om die rol te blijven spelen. En dat krijgt vorm eigenlijk in de zogenaamde Truman-doctrine. Ik moet er nog bij zeggen dat president Roosevelt was in april 1945 vrij plotseling overleden aan de hersenbloeding. Je ziet trouwens, als je foto's van Roosevelt ziet, dat vanaf laat in 1943, 1944 zie je dat hij er bar slecht aan toe is. En nou goed, hij is ook dus tenslotte niet oud geworden, ergens in de 60. En dan wordt hij opgevolgd door zijn vicepresident, Harry Truman. En zoals dat vaak toen ging, en ik weet niet of dat echt fundamenteel veranderd is, dat is altijd een interessante vraag. Harry Truman wist van niks, daar kwam het in grote trek op neer. Die was niet voorbereid op het presidentschap. Hij was een compromiskandidaat, een beste man verder, maar niemand zag veel in Harry Truman, daar kwam het wel op neer. Hij was zo slecht geïnformeerd dat de minister van Defensie bij Truman op bezoek moest zeggen, Mr. President, ik heb voor u nog een vervelende verrassing. U weet er niks van, maar we hebben een uniek nieuw wapen ontwikkeld. Dat was de atoombom. Kun je dus voorstellen dat de vicepresident van de Verenigde Staten niets afwist van de atoombom. En van het Manhattan-project waar miljarden in waren gestoken enzovoort. De proefexplosie had nog niet plaatsgevonden toen. Pas als Truman in Potsdam is bij die twee, dan vindt de succesvolle eerste proefexplosie plaats en weten ze dus het ding werkt. Ja, je weet het voordat je het hebt laten ontploffen, weet je niet of die werkt. Hij werkte eigenlijk nog beter dan ze eigenlijk verwacht hadden, althans de explosieve kracht was groter dan ze berekend hadden. Dus dat moet je bij de enorme macht van de Verenigde Staten nog optellen, dat ze plotseling beschikten over een wapen waar niemand anders over beschikte. Ook Stalin, toen hij begrepen had wat er aan de knikker was, hij moet ook waarschijnlijk door zijn spionnen en door zijn eigen nucleaire fysici wel op de hoogte zijn gebracht van wat er aan de hand was. En Stalin heeft onmiddellijk opdracht gegeven om alles in te spannen om een eigen bom te bouwen. En die hebben ze ook gebouwd in een relatief heel korte termijn, namelijk in 1949 ontplofte de eerste Russische atoombom. Gedeeltelijk ook omdat ze wisten dat het kon. Als je natuurlijk eenmaal weet dat kan, en we weten niet precies hoeveel ze de spionnen, met name Klaus Fuchs, aan de Russen heeft overgebracht, maar ze wisten dat het kon en ze wisten hoe het werkt. Het is trouwens sowieso vanaf de late jaren 30...
begrepen natuurkundigen dat een dergelijk wapen in principe theoretisch mogelijk was. Hoe precies, dat moesten ze uitvinden. En, nou goed, de Amerikanen waren ook de enigen die over het geld, de mogelijkheden beschikten om die bom te bouwen. Dat hebben ze dus ook gedaan. Maar binnen 4 jaar na 1945 hadden de Russen er ook eentje. Wat toch wel een enorme schok voor de Amerikanen was. Hoewel het misschien beter was dat de Russen er nu ook eentje hadden. Want dat hield de zaak dan nog enigszins in evenwicht. Nu die Truman-doctrine. Die is uitgesproken op 12 maart van het jaar 1947. En als de luisteraars nu echt per se een dag willen waarop de Koude Oorlog begint, dan is dat 12 maart van het jaar 1947. Want Truman zegt daarin met zoveel woorden: iedereen moet nu kiezen tussen repressie of vrijheid, tussen democratie of totalitaire dictatuur. Een beetje dramatisch aangezet natuurlijk, maar goed, dat zei hij. En bovendien zei hij, wij zijn bereid om alles te doen om de vrijheid in deze wereld te garanderen. Ze gingen ook, Griekenland gingen ze helpen en ook Turkije kon enigszins geholpen worden. En ze beginnen te werken aan eigenlijk een plan, een wat groter plan, om de positie van West-Europa zeker te stellen. Ik denk niet omdat ze verwachten dat de Russen plotseling de panzerdivisies weer in beweging zouden zetten, maar meer omdat dat misschien anders Europa had ten onder had kunnen gaan in chaos. Dat communistische partijen die toch al vrij succesvol waren, dat die nog veel groter zouden worden. He, dat Europa eigenlijk langs politieke weg zou afglijden. Dat was denk ik de angst die bij veel Amerikanen leefde. Dus ze hadden om dat te vermijden een omvangrijk economisch plan opgezet. Dat is het Marshallplan. In datzelfde jaar 1947 houdt minister Marshall, toen van Buitenlandse Zaken, die houdt een grote reden waarin hij zegt, wij zijn bereid om een hoop geld te steken in Europa om de economische ontwikkeling, de economische groei daar weer op gang te brengen. En nou, dat vroeg natuurlijk enige organisatie en het congres moest ermee akkoord gaan, dat is allemaal gebeurd. En inderdaad, West-Europa heeft op vrij grote schaal Amerikaanse economische financiële assistentie gekregen. Nederland bijvoorbeeld, ik meen toen 900 miljoen, dat is natuurlijk in valuta van toen, dus dat is toch een heel substantieel bedrag. En ik denk dat West-Europa en veel mensen zijn dat met mij eens. Dat klinkt ook al volkomen achterlijk natuurlijk, maar die delen die opvatting. Ja, die delen die opvatting. Dat Europa het ook wel gered zou hebben zonder Marshallhulp, maar het was een bijzonder nuttige steun in de rug. Ten meer omdat die Marshallhulp ervoor zorgde dat Europa over dollars kon beschikken. Europa had geen dollars. En dollars had je nodig om eventueel voedsel te kopen in Amerika, maar natuurlijk ook om machines te kopen in Amerika om de zaken en de economische ontwikkeling weer op gang te brengen. Opvallend dat ze die dollars dus nog niet hadden. Nee, waar zouden ze vandaan moeten hebben? Je kunt alleen maar dollars verdienen door te exporteren naar de Verenigde Staten. Nou, op dat moment vielen door West-Europa, wat in feite één grote ruïne was, niks te exporteren. Nee, maar voor de oorlog ook geen export. Voor zover die er waren, denk ik, nee. Denk dat die economische contacten stelden niet veel voor aan. Amerika was toch een in hoge mate autarkisch land in allerlei opzichten, okay, voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is geleidelijk veranderd in de loop van de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Bovendien dachten de Amerikanen ook, en dat had ook te maken met de communistische machtsovername in Tsjechoslowakije in 1948, zou het niet toch verstandig zijn om een soort bondgenootschap op te richten. En dat is ook gebeurd, dat is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de North Atlantic Treaty Organization, en dat is de zogezegde NATO. De NATO die had, ik meen dat als operatiegebied, zeg maar, in de ruimste zin Europa. Dus niet Afghanistan, Libië en al die andere ongelukkige plaatsen waar ze ook de afgelopen jaren actief zijn geweest. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Allemaal in het zog natuurlijk van Amerikaanse acties. Nogmaals, dat hadden ze beter niet kunnen doen. NATO heeft niets te zoeken, naar mijn idee, in Afghanistan. Wat de Amerikanen daar verder ook van mogen denken. Ja, die hebben ondertussen wel besloten om daar te vertrekken. Zonder dat er iets van enige betekenis bereikt is na 20 jaar oorlogvoering overigens.
Dus dat werd de NATO. En die is opgericht in april van het jaar 1949. Aanvankelijk moet je reëel zijn. Die NATO was een soort belofte van de Amerikaanse kant. Als er iets fout gaat, strategisch, militair, dan komen we jullie helpen. En nou, dat gezien ook de immense productiekracht van dat land en het in de omvang van het militaire apparaat van het land, was dat een hele nuttige belofte. Maar militair stelde die NATO niet zo verschrikkelijk veel voor. Als Stalin echte panzerdivisies in beweging zou hebben gezet, dan ben ik bang dat ze een heel eind zouden zijn gekomen in West-Europa, omdat het zich niet had kunnen verdelen. Maar het feit dat die er was, was natuurlijk ook al een, nou ja, nogmaals, ik denk niet dat de Russen ooit van plan zijn geweest om West-Europa aan te vallen of te bezetten. Dat hadden ze helemaal niet kunnen verwerken. Dat zou waarschijnlijk kunnen, hetzelfde probleem met Poetin. Ik geloof er een donder van dat Poetin van plan is de Baltische Republieken te bezetten. Dat is het eind van zijn regime. Dan gaat hij ten onder aan de sancties die we in dat geval hopelijk wel streng opleggen. Nu zou het ook wel nuttig zijn om Poetin iets harder aan te pakken, naar mijn gevoel. Daar bestaat ook weer allerlei twijfels en nuances over. Hangt er een beetje vanaf van uit welk perspectief je dat probleem bekijkt. Maar dus de NATO was opgericht april 1949. Maar stelde militair voorlopig nog niet veel voor. Vervolgens is er een reeks van gebeurtenissen waardoor de Amerikanen, die toch al een zekere neiging tot paranoia hebben, dachten van het gaat totaal fout in de wereld, maar dan ook compleet fout. En dat begint in 1949 met het feit dat in 1949 natuurlijk de communisten in China de macht overnemen en de nationalisten, Chiang Kai-shek en zijn konuiten, die vluchten naar Taiwan en naar China plotseling zijn 700 miljoen mensen, toen waren het nog maar 700 miljoen, die zijn plotseling communistisch geworden. Dat waren ze natuurlijk helemaal niet, maar zo, dat was het denken eigenlijk. Dat was punt 1. Punt 2, wordt duidelijk uit allerlei metingen dat de Russen hun eerste atoombom hebben laten ontploffen. Ik meen augustus, september 1949. Een schok voor de Amerikanen, potverdomme, we hadden eigenlijk gedacht dat het monopolie op die bom, dat nog jaren en jaren zou duren. En ineens blijken de Russen het ook te kunnen. Het was voor de Amerikanen eigenlijk altijd, we komen aan meerdere van deze schokken in de loop van dit verhaal. Het was voor de Amerikanen altijd een verschrikkelijke schok als bleek dat de Russen 2 en 2 bij elkaar op konden tellen. Dat was, in principe konden ze niks, maar nou ja, denk later aan de Sputnik, een schok waar de Amerikanen jarenlang half bewusteloos van zijn geweest. Zo erg was het eigenlijk. Dat die Russen zo'n raket en zo'n satellietje hadden kunnen lanceren voordat de Amerikanen dat hadden gepresteerd. Maar goed, dat was ook met die atoombom zo. En vervolgens een hele ongelukkige ontwikkeling. Valt Noord-Korea onder leiding van Kim Il-sung, de opa van die ongelukkige die er nu zit, zal ik maar even zeggen. Die opa van die dikke jongen. Ik weet niet of je nog van een jongen kunt spreken. Zijn vader was ook al niet veel zaak. En ook hij is afgevallen. Is hij afgevallen? Ja. Jongen, dat is wel indrukwekkend. Ik weet niet of er een verband is met Trump, dat ze samen een cursusje of een programma hebben. Nou ja, ze houden van elkaar, zoals je weet. Ze hebben elkaar een soort halve liefdesbrieven geschreven. Dus misschien dat ze een bond hebben gevormd van waardeloze dictators of potentiële dictators die van plan zijn om af te vallen, omdat ze terug willen komen. Hè? We'll be back. Hè? I'll be back. Zei Schwarzenegger. Ik ben vergeten in welke film. Noord-Korea viel Zuid-Korea aan. Dat was een lokale affaire. Dat wil zeggen, die dictator in Noord-Korea, Kim Il-sung, dus de opa van, die dachten van, dat Zuid-Korea is zo'n jamboel, dat kan ik eigenlijk best inpikken. Vooral omdat de Amerikanen hadden gezegd, ja, strategisch zijn we daar totaal niet in geïnteresseerd. Ja, knap, stom natuurlijk, maar goed, dat hadden ze gezegd. Edgerton had dat gezegd, minister van Buitenlandse Zaken. Maar het was een lokale affaire, zonder meer. Stalin had ook die Kim Il-sung had ze aan Stalin alsmaar gevraagd, mag ik dat doen, kan ik dat doen? En Stalin zei van, ik help je niet, ga je gang maar, ik doe liever niet, maar ga je gang dan maar als het moet. Ja, zulks is gebeurd. Ik zal zo even vertellen hoe het afloopt. En voor de Amerikanen dachten, kijk, dit is de eerste stap, niet waar, in een groot magistraal plan, zeg maar rustig, een bolsjewistisch complot om de hele wereld te veroveren.
Want als we nu niet reageren, dan gaan ze, zal Zuidoost-Azië ook in communistische handen vallen. Denk aan Vietnam, daar komen we nog over te spreken. En dan komt misschien Perzië en dan nou ja, voordat je het weet, is West-Europa aan de beurt. Dit is niet zomaar een lokaal incident. Nee, dit is het begin van een uiterst gewiekste, geniale, mondiale veroveringsoorlog. Nou ja, vanuit die paranoia hebben ze gereageerd. Ze hebben uiteindelijk, nadat Zuid-Korea, nou, daar was eigenlijk nog maar een mini-bruggenhoofdje over bij Busan. Of meer was het niet. En, ja, de Amerikanen interveneren. En dan veroveren ze heel Zuid-Korea weer terug. En dan is de vraag, wat nu? Veroveren we Zuid-Korea terug? Of stoten we ook even door, doen we Noord-Korea erbij? Ja, ze hadden beter het eerste kunnen doen, maar je begrijpt al, ze hebben het tweede gedaan. En ze waren gewaarschuwd door de Chinezen. Die zeiden, ja, als jullie de Yalu-rivier naderen, dat moet je niet doen, dan voelen wij ons strategisch bedreigd. Dan zullen wij interveneren in het conflict. Ze hebben zelfs ter waarschuwing een soort van proefstootje gedaan met Chinese eenheden. Maar MacArthur, de commandant van de Amerikaanse troepen, ja, die Chinezen, ja, het zijn boerenlullen met geweren van 100 jaar oud, dus dat wordt niks. Nou ja, weer die klassieke Amerikaanse onderschatting van de tegenstander. De Russen zijn te stom om een bom te bouwen, de Chinezen zijn te stom om te vechten. En nou ja, ze naderen de Yalu-rivier en een hele reeks van de Chinese divisies interveneert in het conflict. En die blijken prima te kunnen vechten. Dat hadden ze ook in hun eigen burgeroorlog wel geleerd. Ja, en de geallieerde troepen, want het was een United Nations operation geworden, die worden razendsnel weer teruggedreven. Nou goed, dat gaat dan een tijdje daar op en neer. Ten slotte stabiliseert zich dat zo rond ongeveer de bestandslijn die er nu nog steeds is. Het is nog steeds een bestandslijn, want er is nooit een vrede gesloten. Een wapenstilstand, maar meer dan dat is het niet. Ja, en de Amerikanen waren dus vanuit de paranoia geredeneerd, moest de wereld bewapend worden. Die NATO moest ook, die dus nog niet bewapend was, die moest als het ware militair volgepompt worden. Wat een land als Nederland heeft gedurende enige tijd 9% van bruto product aan defensie besteed. Ja, ja, dus Drees vond zonde van het geld, maar hij dacht, ja, ik moet maar meedoen, want het is niet anders. Het was ook zonde van het geld, naar mijn idee. Het was ook zonde van het geld. Amerika kon dat op principe zelf heel goed betalen. Dus dat lag er niet echt. Dat was zo'n fantastische productiemachine vergeleken met alle anderen. Dat niet zo'n groot probleem was. Maar vanaf dat moment is de NATO ook een min of meer functionerend militair bondgenootschap geworden. En natuurlijk die Russische bom, daar waren ze zo van geschrokken. Dat ze dachten, dan moeten wij moeten een grotere bom hebben. Dus de eerste bommen waren zogenaamde A-bommen en tenslotte, niet waar, werd de H-bom, de waterstofbom. Alle geleerden zeiden, joh, doe dat niet, dat is zonde van je centen, dat is nergens goed voor. Ja, het zijn nog grotere knallen, dat is ongeveer. Maar ja, wat heb je precies aan knallen van deze afmetingen? Feitelijk geen donder. Het is eigenlijk een wapen wat je totaal niet kunt gebruiken. Dat is ook wel gebleken, want tot op heden is het wapen nooit gebruikt. Maar er start een hele ongelukkige nucleaire wapenwetloop. Niet waar, in combinatie met natuurlijk ballistische projectielen. Een uitvinding van de Duitsers om die in de oorlog te gebruiken. Godzijdank was er geen atoombom toen ze de V2 hebben gebouwd. Niet waar, de eerste grote goed functionerende raket. Dat hele Duitse team wat dat ding ontworpen had, heeft zich ook overgegeven aan de Amerikanen. En vrijwel alle eerste goed functionerende Amerikaanse raketten waren het werk van Duitse ingenieurs. Ja, zo erg dat. Ik loop even op de gebeurtenissen vooruit. Maar nou ja, ik had maar verteld. Dus in 1957 lanceren de Russen een raket met een maantje erop. De Sputnik. Dat betekent zoveel als medereiziger, als ik het wel heb begrepen. Nou, de Amerikanen waren echt in alle staten. Want ja, zij hadden dat nog niet gedaan. En wie, nou, Russen, de stommen worden duivel te dansen. Dat is algemeen bekend. Dus hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? We zijn achtergeraakt. We hebben een hulpeloze achterstand. Wat moeten we doen? Kunnen we niet meteen even ook een maandje lanceren?
Nou, hebben ze geprobeerd, viel die raket om. De Vanguard-raket, ja, dat maantje ongeveer zo groot als een grapefruit lag op de grond. En zond vandaar nuttige boodschappen. Maar ja, daar heb je dus niet zoveel aan. Maar de Amerikanen hadden een raket, de Atlas, maar die was ontworpen door die Duitse technici. Dus toen heeft de regering gezegd, nee, we gaan die Atlas niet gebruiken. Want dan zegt de hele wereld, ja, met die nazi's hebben de Amerikanen hebben nu met de hulp van de nazi's eigenlijk een kunstbaan gelanceerd. De Amerikanen lagen helemaal niet achter. De Amerikanen waren niet op het lumineuze idee gekomen om een raket zodanig te versterken als de Russen hadden gedaan. Want zij dachten dat dat niet goed zou werken. De Russen hadden namelijk een raket, niks bijzonders. En ze hadden gewoon aan de onderkant, aan de buitenkant van die raket, wat steunmotoren gemonteerd. Heel simpel eigenlijk. Ja, doodsimpel. Ja, kon ik 2 en 2 niet met elkaar optellen, maar 1 en 1 dus wel. En is 2. En nou ja, dat werkte hartstikke goed. Ze hebben die raketten eindeloos gebruikt tot bij mijn weten, tot voor kort op basis van dit principe. Terwijl de Amerikanen hadden gewerkt aan hele grote raketmotoren die hetzelfde effect zouden hebben als die Russische raket met een heleboel kleintjes. Maar voor hele grote raketmotoren die ontwikkelen veel meer hitte. Dus daar heb je aparte legeringen en constructies en pompen voor nodig. En de Amerikanen lagen technologisch voor op de Russen, niet achter, maar voor. He, dit was een interessante ontwikkeling, dan een achterstand door een voorsprong, als het ware. Nou ja, zo zie je dat je ook sommige problemen heel simpel kunt oplossen. En een stuk goedkoper dan de Amerikanen. Maar goed, de Amerikanen beschikten over alle technologie. En het hele idee natuurlijk dat ze achter zouden liggen in de ruimtevaart op de Russen was een waanidee. Dat is ook de hoofdreden natuurlijk dat Kennedy dan in 1961 zegt van, in this decade we will put a man on the moon. Ja, wat heb je eraan gehad? Geen flikker. Schijnen nu weer allerlei mensen naar de maan te willen. Wat moeten we dat doen? Kun je weer zo'n vlaggetje neerzetten? Wuiven natuurlijk. Mars, je de Mito. Kun je ook helemaal volzetten met vlaggetjes. Ja, wuiven. Maar je hebt er niks aan. Ja, dan gaan we gaan daar metalen opgraven. Die. Hoezo? Hoe ga je die? Als je weet wat het kost om een kilo gewicht in een baan om de aarde te brengen, laat staan, naar de maan te laten vliegen. Dan begrijp ik niet hoe wij metalen van de maan hier naartoe gaan halen op een enigszins kostefficiënte basis. Dat zijn allemaal volstrekte waanideeën van die Amerikaanse miljardairs. Dat zijn in feite een soort jongens die rijk geworden zijn, rijker dan ze ooit in hun verbeelding hadden kunnen worden. En nou ja, die Bezos gaat nu met een raket de lucht in, begreep ik. En Musk die wil, naar Mars. Het is allemaal zonde van het geld en flauwekul, maar dat is mijn opvatting. Gelukkig ben ik dood tegen de tijd dat het misgaat. Maar ik teken het even aan, als het misgaat, dat ik het al gezegd heb. En je hebt er niks aan. Dat we zeggen, we kunnen daar namelijk onbemande toestellen heen brengen die enorm complex zijn en heel interessant onderzoek kunnen doen. Maar die maan, dat is dus puur een status kwestie. Ook de Chinezen willen ook naar de maan en ik geloof dat de Indiërs ook naar de maan willen. Het valt me nog op dat de Belgen gelukkig niet naar de maan willen. Wij zouden ook best naar de maan kunnen, helemaal niet zo'n groot probleem. Als je maar genoeg geld in stopt, de techniek die is er wel, dat is het grote probleem. En als die bom is dit dus ook prestige? Ja, wil put a man on the moon is een pure prestige zaak. Die Saturnus 5, een magnifiek ding, zo groot als de Domtoren. Ja, die was daarvoor gebouwd. En wat moet je verder met dat ding? Eigenlijk niks. En dat is ook gewoon opgehouden. En het hele Apollo-project is als een nachtkaars uitgegaan in feite. Want ja, toen we een paar keer geweest waren, toen wisten we het wel eens een beetje. Hè. Je kon een foto maken en zie je inderdaad die blauwe bol hangen. Hè. De blue dot, zal ik maar zeggen. Ja, we zijn afgedwaald, maar dit is wel interessant in verband met het feit dat die Koude Oorlog als een militair conflict en als een bewapeningswetloop en ook als een nucleaire bewapeningswetloop, dat begint dus in 49 en in 50. Je kunt je ook wel een beetje nagaan dat natuurlijk in 50 al die Amerikanen tot het idee waren gekomen, ja kijk eens, stel je voor dat wij West-Europa militair moeten verdedigen. Dan zitten we natuurlijk met een enorm praktisch probleem. Namelijk dat Duitsland dus niet meedoet. Want Duitsland is natuurlijk verslagen in de oorlog. En ja, als er nou één
Europees volk is wat een beetje kan vechten, dan zijn het vooral de Duitsers. Dus bovendien die generaals die leven allemaal nog. Dus ja, ja, dus ze kondigen eigenlijk aan in het najaar van 50 al aan de Europese bondgenoten. Luister eens even, je moet ervan uitgaan dat wij zullen besluiten om de Duitsers te herbewapenen. 5 jaar na afloop van de oorlog. Dat was natuurlijk een schok. Dat was een immense schok. Ja, ik nam even een slokje om een pregnante stilte te laten vallen. 5 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog, niet waar, moest Duitsland volgens de Amerikanen herbewapend worden. De Fransen zeiden meteen, no way, dat gaan wij. Dat zei ze in Frans, natuurlijk weet ik niet precies wat het in Frans is. Ja, het zal wel iets meer gewicht hebben, denk ik, verbaal. Maar goed, de Fransen zeiden, daar gaan we absoluut niet aan beginnen. Dat willen we absoluut niet. De Fransen zijn eigenlijk in een groot deel van de Koude Oorlog altijd banger geweest voor de Duitsers dan ze voor de Russen waren. Wat je vanuit hun perspectief je best kunt voorstellen. Als je zo pijnlijk verslagen bent als de Fransen zijn in de lente en de vroege zomer van 40, dan kan ik me wel voorstellen dat je een soort syndroom ontwikkelt en je denkt, die Duitsers, hè? Nou ja. Weet je waar Thatcher natuurlijk ook op haar manier last van had. Al hadden de Engelsen het wel beter gedaan tegenover de Duitsers. Ja, en toen was natuurlijk de vraag van hoe gaan we dit probleem oplossen? Want we willen ze toch wel bewapenen. Het gekke was natuurlijk dat de verdedigingslinie, voordat Duitsland lid werd van de NATO, wat uiteindelijk wel gebeurd is, eigenlijk bij de Nederlandse oostgrens lag. En wat veel mensen niet weten, maar we hebben daar ook langs de IJssel hebben wij een hele defensieve constructie gebouwd. Die erop neerkwam dat alle IJsselsteden gewoon onder water zouden worden gezet als de Russen kwamen. Maar daar had niemand iets over te vertellen. Dat was een soort van tankgracht tussen Nijmegen en Arnhem. Kortom, wij lagen in de potentiële frontlinie van het verschrikkelijke militaire conflict. Wat de Amerikanen zich wijs hadden gemaakt dat tot de mogelijkheden behoorden. Vanuit die paranoia. Amerika leidt, als er één cultuur is, allerlei verdienstelijks hebben ze voortgebracht. Maar hysterie en paranoia horen tot het Amerikaanse cultuur eigen. Ik kan het niet anders beschrijven, het is lullig, maar zo is het. Dus ook dit hadden ze zichzelf wijs gemaakt. De Fransen zeiden no way, dus er moest iets bedacht worden. En toen hadden ze bedacht, er zou een Europees leger komen. En daar zouden wel Duitse eenheden in voorkomen, maar niet altijd op kleine schaal. Dus geen Duitse divisies, maar weet ik veel, pelotons of zo. Of wat je al zo, ik denk aan brigade al misschien al iets te groot was naar het Franse smaak. Nou, maar goed, daar is vrij uitgebreid over gesproken. Je begrijpt al hoe dit af gaat lopen als je enig kijk hebt op het Franse karakter. Nou ja, dat wou iedereen dan wel, als dat dan niet onvermijdelijk was. En wie stemde dit af? Het Franse parlement heeft het afgestemd. Dat was het Plan Pleven, heette dat. En ja, toen was het wat duidelijk, als dat afgestemd wordt, dan moeten we gewoon maar besluiten dat die Duitsers lid van de NATO moeten worden. Dus in 1955 is besloten op een conferentie dat de Duitsers ook lid van de NATO zouden worden. En dat er dus een Bundeswehr zou worden ontwikkeld, die overigens pas klaar was. We waren alweer 10 jaar verder, ergens in de tweede helft van de jaren 60. Maar ook al die fameuze Duitse generaals, die toch wel hadden laten zien dat ze hun vak verstonden in de Tweede Wereldoorlog, die zijn deels weer in dienst getreden van de NATO. Manstein en Speidel. En daar was ook wel veel, heel veel mensen die daar grote bezwaren tegen hadden, maar nou ja. Kijk, als je de vraag stelt, waar halen we zo gauw een militair vandaan die er echt verstand van heeft? En dat kan je alleen bewijzen door echt te vechten. Dat waren natuurlijk Duitse generaals. Dus die hebben daar in die voorbereiding van die Bundeswehr, maar ook wel in de top van de NATO, een zekere rol gespeeld. We zijn nu in 1955 gearriveerd. Maar we hebben één belangrijke gebeurtenis die hebben gemist, namelijk de dood van Stalin. Stalin overlijdt in maart van het jaar 1953 op gruwelijke wijze. Ja, als er iemand gestraft is voor zijn zondes, dan was Stalin in zijn laatste dagen. Ik ga dat niet uitgebreid uitleggen. Iedereen moet, dat is ook altijd nuttig bij lezingen, dat je daarnaar luistert, dat hier dan ook nog een verdieping mogelijk is. Zoek even op hoe Stalin aan zijn eind geraakt is, want het is aangrijpend. Ik kan het niet anders zeggen.
Als je zoveel wantrouwen hebt gecreëerd, ook bij je naaste medewerkers, dan kan het heel slecht met je aflopen. Zij dat dat maar een paar dagen geduurd heeft. Oké, Stalin is dood. Wat nu? Stalin werd toch wel gezien als de boeman die deels verantwoordelijk was voor het feit dat, er eigenlijk een, ja, opnieuw een soort gewapende vrede was ontstaan tijdens die begin van de Koude Oorlog. En nou ja, het is ook wel duidelijk dat Stalins opvolgers toch op een aantal punten wel bereid zijn om een heel eind te gaan. De vraag is ook altijd, hebben we toen een kans gemist? Het was natuurlijk ook een soort van opvolgingsstrijd in de Sovjet-Unie. Het duurde even voordat we wisten wie daar de baas zou worden. Maar bijvoorbeeld Malenkov en Beria, die zagen wel wat in een herenigd Duitsland. Maar dat zou dan geneutraliseerd moeten worden. Waarschijnlijk zou dat ook toch door het Westen zijn afgewezen. Want natuurlijk een geneutraliseerd Duitsland midden in Europa is natuurlijk ook een instabiele factor eerste klas. Dus het zou er waarschijnlijk niet van gekomen zijn. Maar het geeft wel aan dat Stalins opvolgers wel een zekere flexibiliteit vertoonden. Ten slotte wordt die opvolgingsstrijd in de Sovjet-Unie wordt gewonnen door Khrushchev. En nou ja, die was wel bereid om op een redelijke basis met het Westen te spreken. Dus je ziet wel dat, laten we zeggen, halverwege de jaren 50 een zekere ontspanning ontstaat. De leiders van Amerika en de Verenigde Staten ontmoeten elkaar ook in Genève. Ideale ontmoetingsplaatsen. Ik geloof dat nu weer Poetin en Biden ook weer in Genève. Ja, kennelijk. Ja, ook voor mensen die misschien huwelijksconflicten hebben. Dat je zegt, nou, we gaan 2 weken naar Genève. Eens kijken of we hier de zaken bij kunnen leggen. Wie zal het zeggen, helpt het. Genève. The Spirit of Geneva heette het toen. Maar wat was het dat het dus wel versoepelde, de relaties, maar dat de Koude Oorlog nog niet voorbij was? Nee. De Koude Oorlog is langdurig gewoon doorgegaan. Maar je kunt een oorlog voeren voortdurend op het scherp van de snede, in een soort van permanente alarmfase. Maar je kunt ook afspreken met elkaar. Weet je wat we doen? We spreken een soort regelsysteem af. Je kunt 2 teams, sportteams, die kun je in het veld sturen en zeggen, jongens, alles mag. Kan niet verdomme wat, alles mag. Als je ze de poten breekt, als je ze bewusteloos slaat, dat kan allemaal, alles is toegestaan. Nee, dat is, ja, sommige sporten maken wel die indruk, maar zelfs die zijn gereguleerd. De merken rugby bijvoorbeeld, dat is toch wel gereguleerd, geloof ik. Maar neem het voetbalspel, daar is ook een band die loopt erbij met een fluitje. En dat is een heel ingewikkeld regelsysteem, want daar moet je aan houden. Zo niet, dan, als je het 1 keer niet doet, dan krijg je een hele keer. Nee, zo. Je ziet ook dat de Koude Oorlog, daar komen we ook nog gedetailleerd over te spreken, in een zo'n soort van systeem verandert. Competitie, ja, maar we reguleren de competitie, zodat we in feite zekerheden hebben. Zodat we ook met elkaar, is heel belangrijk, in gesprek blijven. Hè? Ik wijs eventjes ook op de tijd. Dan, oh jeetje. Want we is natuurlijk heel interessant. We zijn nu ruim een uur zijn we onderweg met het onderwerp. Dus dat gaat niet lukken. Nou, dan stoppen we met de Spirit of Geneva. Wat er nu zich ook gaat afspelen is heel interessant op zichzelf. Dat is dus een nieuwe leider in de Sovjet-Unie. En die houdt een grote reden op het 20e partijcongres van de Sovjet-Communistische Partij. En die zegt, ja, die Stalin, hè, weliswaar zijn wij allen hier creaturen van Stalin, maar die Stalin heeft de boel compleet verpest. En we moeten een hele andere koers varen. Die repressie en die strafkampen en al die dingen, dat moet allemaal een stuk minder. Dat zegt hij in 1956 op het partijcongres. Met als gevolg dat onmiddellijk leidt tot het gevoelens in Oost-Europa, nog steeds door de Rode Leger bezet natuurlijk, van misschien kunnen we toch wel iets vrijer zijn. Misschien kunnen we wel vrij worden. Misschien kunnen we wel ontsnappen aan de Russische repressie. En dan krijg je opstanden in Polen en in Hongarije. Daar, op dat punt gaan we dan de volgende keer door. Dus Duitsland is nu lid geworden van de NATO. Er is sprake van een bewapeningswetloop. Die gaat alsmaar door. Maar tal van mensen beseffen dat je afspraken moet maken. Dat je niet de zaak volledig op zijn beloop kunt laten. Dat je ook moet weten wat de ander ongeveer denkt en zou willen afspreken. Maar daar zijn regelmatig, komt er een kink in de kabel. Steeds is tijdens de Koude Oorlog de vraag
zijn we en blijven we met elkaar in gesprek? Of is het antagonisme zo groot dat we van beide kanten de andere partij totaal niet vertrouwen? Dat zijn altijd de gevaarlijkste momenten in de loop van de Koude Oorlog. Okay. Dat, op een volgend moment daar meer uitgebreid over. Misschien wel voor de mensen even toch het einde, heel kort. Wanneer kwam het ten einde en waarom kwam het ten einde, de Koude Oorlog? Dat kan eigenlijk, dat moet eerst ingeleid worden. Er is een heel gevaar verhaal voor nodig, maar het is duidelijk dat de Koude Oorlog komt aan zijn einde. Omdat Gorbachev besluit dat hij niet langer zoveel geld wil uitgeven aan militaire zaken. Men denkt, men weet het niet zeker, nooit is iets zeker geweest over de Sovjet-Unie. Maar dat de Sovjet-Unie toch meer dan een kwart van zijn bruto product besteedde aan militaire uitgaven. En bovendien besloot Gorbachev, ik zal het later uitleggen aan detail. Ik denk op goede gronden dat hij strategisch eigenlijk geen bal had aan Oost-Europa. Dus dat hij beter Oost-Europa de kans wilde geven om op eigen beentjes voor te gaan. En nou, dat leidt in 1989 tot het bekende wonderjaar. Dus ja, plotseling besluiten al die Oost-Europese landen dat ze het inderdaad liever zelf doen. En nog liever zich bij het Westen willen aansluiten. Maar ze laten er ook dan weer een beetje spijt. Je ziet, het is nooit goed eigenlijk bij sommige landen. Eerst hebben de Polen een hoop ellende voor de Sovjet-Unie veroorzaakt. En nu veroorzaken ze voor ons een hoop ellende. Ik denk ook als de Polen in de hemel komen, dat ze daar ook een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende voor onze lieve Heer zullen veroorzaken. Dat hebben zij gewoon in zich, dit unieke talent om overal narigheid te veroorzaken. Maar dit tussen haakjes. Dus Gorbachev heeft een vrij simpele eind aan gemaakt. En aanvankelijk denken de Amerikanen nog, ja, is die wel te vertrouwen? Zou het niet een gemene streek zijn dat we in slaap gesust worden en als we dan in de pitten dan heen. Gorbachev was de goede trouw. En daarbij moeten we nog een figuur noemen natuurlijk. Degene die eigenlijk vrij snel besloot dat Gorbachev de goede trouw was en dat er met hem te praten viel en dat zijn suggesties gevolgd zouden moeten worden, was Ronald Reagan. Die eerst allerlei verschrikkelijke dingen had gezegd over de Sovjet-Unie, maar tenslotte bij zichzelf dacht, nee, die Gorbachev is te vertrouwen. En dat is het grote verdienste van Reagan, is dat die Gorbachev ook serieus heeft genomen. Maar we hebben nu nog een heel stuk te vullen, namelijk tussen 55, 56 en het begin van de Koude Oorlog. Dus daar heb ik nog een uur voor nodig, ben ik bang. Matt vindt dit niet leuk, dat begrijp ik, maar ja, het is een ingewikkeld verhaal. Kan niet zomaar. Dus we moeten even afspreken nog deze week nog een uurtje eraan te besteden. Oké, dat is goed. Dan, als je het goed vindt, een paar korte vragen. Die zijn binnengekomen op voorhand al. De rol van het Vaticaan wil Sander Blauwboer weten. Was er een rol voor het Vaticaan in de Koude Oorlog? En zo ja, wat was die rol? Nou ja, dan zit je eigenlijk helemaal op het eind van de Koude Oorlog. Hè? En dat heeft te maken met het feit dat, als ze even uit mijn hoofd, 78 wordt een nieuwe Poolse paus gekozen. En dat zagen de Russen zelf ook als een soort bedreiging, omdat dat ook de nationalistische gevoelens in Polen enorm stimuleerde. En ik geloof ook dat die paus, Wojtyla, dat die ook wel een rol heeft gespeeld in sommige gebeurtenissen in Oost-Europa. Maar die rol moeten we ook weer niet overschatten. Nogmaals, de verdienste een eind te hebben gemaakt aan de Koude Oorlog is geheel en al aan de kant van Gorbachev. Dat de Amerikanen graag bereid waren om al zijn concessies te aanvaarden en met redelijk beleefd dankjewel zeggen, dat is wat anders. Maar zonder Gorbachev, het ging natuurlijk slecht met de Sovjet-Unie. Structureel deugde er van alles en nog wat niet in de Sovjet-Unie. Het economische systeem draaide niet, dat stagneerde. In allerlei opzichten was het een soort van ruïne. Bezig een ruïne te worden. En het idee van Gorbachev was natuurlijk om de hele zaak ingrijpend te hervormen. En ja, eigenlijk is de Sovjet-Unie bezweken aan de hervormingen. Het is een beetje alsof je een bouwval koopt, hè, wat je vaak ziet in dat programma. Ik ga weg of ik vertrek, of hoe heet het ook weer. Dan kopen ze een bouwval in Italië. En dan gaan ze die bouwval renoveren. En dan zie je vaak dat het een zodanig ernstige bouwval is, dat als je een van de verrotte balken weghaalt, dan stort de hele boel in elkaar. En dan gaat altijd die vrouw die daarbij hoort, die gaat altijd zitten huilen.
Hè, maar dat is natuurlijk het, ja, daarmee wordt al een hoogtepunt van televisie genot bereikt. Want je weet, huilen is, hoort tot de absolute kern van attracties van tv-programma. Maar zo kun je zeggen, Gorbatsjov ging bezig om een ruïne te renoveren. Dat heette perestroika, te herbouwen als het ware. Te herstructureren. En nou ja, dat heeft het ding. Ik moet zeggen, zijn hervormingen waren ook halfslachtig en niet al te goed doordacht. En, maar goed, het is een beetje toch de bouwval die gerenoveerd wordt en die bezwijkt onder de bouwkundige activiteiten. Okay. Dan nog één laatste vraag. Ik zal nog eventjes kijken. Dat heeft te maken met de landen in Oost-Europa. Was daar ook nog een rol voor weggelegd in dit conflict? Nou ja, in die zin dat zij zeiden zelf, na afloop van de Koude Oorlog, hebben zij nogal wat landen, we hebben onszelf bevrijd. Tot op zekere hoogte is dat zo, maar het is natuurlijk in essentie kletskoek. Aangezien Gorbatsjov besloten had dat hij de Russische troepen, die op grote schaal overal in Oost-Europa bezig waren, dat hij die niet zou gebruiken. Hij gaat naar de viering van de 40-jarige verjaardag van de DDR. Dat speelt in oktober van het jaar 89. En dan, hij is daar de eregast. Maar hij zegt tegen Honecker, denk erom, je moet echt beginnen met hervormingen. Want je staat op eigen benen. Ik ga je niet helpen. Hij had strenge instructies gegeven aan de Russische troepen in de DDR. Maar een stuk of 400.000, geen kattenzijk, om in de kazerne te blijven. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Namelijk slecht voor Honecker. Hartstikke goed. Vervolg komt eraan. Ja, sorry dat ik dat toch. Ja, nee, dat kennelijk is het. Ik dacht dat ik het al heel simpel had samengevat. Nee, dit was gewoon deel 1. Dit was deel 1. Ik deed natuurlijk aan de universiteit, deed ik dit ook, de geschiedenis van de Koude Oorlog, maar het waren wel 8 keer 2x3 kwartier. Hè? Dus zo, dat is 8 keer. Ja, precies. 8 keer 1,5 uur is dat. Ja, we zitten nu op. Ja, dus je ziet, ik heb het al enorm gecomprimeerd. Ja. Ik zal mijn best doen met het volgende uur om de zaak af te maken.